Alle bij. Oh! Ah! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anna. Mijn naam is Ize. En de challenge van vandaag wordt heel vermoeiend. Want wie als laatste stopt met springen op zijn eigen trampoline, wint de challenge. Ik heb er veel zin in. Dat wordt lastig. Dat wordt inderdaad lastig. Ja, schoenen uit natuurlijk. Jij doet die? Oh, ik ga daar kop bij van krijgen. En we moeten springen, we mogen niet opzetten. Nee, we moeten springen, heel de tijd. We gaan even een voorbeeld tonen. Kan je springen en denken dat je nog springt? Dat is springen. Dat is ook springen. En dit mag je zo? Ja. Zolang je beweegt, is het goed. De meisjes gaan hun haren nog wat goed leggen. En ik ga eens kijken waar ik de camera kan zetten. Ik vrees dat dit echt een zwaar challenge wordt. En de persoon die als eerste stopt, mag deze camera komen halen. Deze blijft bij ons. Wens ons veel succes. Voor we beginnen, voor hoeveel likes gaan we? 14.323. Dat moet lukken. Abonneer ook zeker op ons kanaal. En laat weten in de reacties. Is al bezig. Of jij ooit al naar een trampolinepark geweest bent. Is dat ook springen? Kijk eens. Nee, is dit springen? Nee, niet stappen. Dat is stappen. We gaan ook niet te streng zijn. En het gaat moeilijk zijn om jezelf in de gaten te houden. Dus begin daar maar mee. En mag je zo? Anna, jij bent echt al moe voor de challenge begonnen. Iedereen op zijn trampoline. De challenge start. In 3. 2. Iedereen is aan het springen. Hier gaan we dan. Dit is wel een goede workout video. Ah, ik vind het wel nog leuk nu. Oké, gaat ie. Wow. Oh, Anna is echt hek aan het doen. Check Anna gaan. Anna, je gaat moe worden, hè. Ja, Anna gaat er als eerste uitleggen. Ize springt daar ook. Ja, mijn hoofd is kapot. Check dit. Blijven springen. Ize. Oh. Ik vraag me echt af hoe lang dat we hier gaan staan. Ik denk echt lang. Oh. Ja. Yeah. Oh, yeah. Oh. 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 Springen. Oh. Oh. Rustiger, rustiger. Oh. Ja. 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 Hoe lang ga je het volhouden, Anna? Ik heb het lang volhouden. Ja? Gooi maar. Ik dacht dat je wel een beetje doet, hè. Ja, het springt toch. Yeah. Ik kreeg al commentaar van Celine dat ik niet hoog kunnen springen. Ja, maar ik zie die mooie boek aan. Kijk, ga toch van de groep. Oh! Ik moet echt zeggen dat ik er echt hé, hey, we zijn al meer dan 5 minuten bezig, hè. Yeah. Voor Celine. 3, 2, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Iedereen is zo aan het klagen en zo. Dus dat is eigenlijk wel super positief voor mij. Ik geef de GoPro door aan de slimste persoon van ons allemaal. Ik geef de GoPro door aan de mooiste persoon van ons allemaal. Oh. Oh, dat is echt. Nee, even serieus. Ik geef de GoPro door aan de kleinste persoon. Nee, oh. Oh. Ja, hoe ik geef de GoPro door aan mijn liefste zusje. Ja, rustig. Ja. Ja. Ik geef de GoPro door aan de persoon die ik denk dat deze challenge gaat winnen. Als je hem krijgt, 15 keer op 1 been. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ik lag er bijna uit, maar het is gelukt. De volgende persoon die de GoPro krijgt, moet 5 keer naar elkaar op zijn poep. Oh, 1, 2, 3,
wat gemoeilijk. De persoon die nu de GoPro krijgt, moet dit ook doen. Maar dan 10 keer. Hoppa. Oké, 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Dat is moeilijk. Ja. Nu de persoon die de GoPro krijgt, maar moet 13 keer op zijn knieën springen. Dus zo. En hier gaan we. Allee! 13! 6, 6, 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Yes! Yes! Hier krijgt het ook warm! Ik ga het net af! Ik ga de GoPro doen aan de persoon die 3 keer zo. Oh! Op zijn bek met je! Oké, nu staan wij even rust. Mijn kapot. Ik heb super warm mijn trui al uitgedaan. Celine ook. Ja. Wanneer krijgen wij een beetje water? Drinken. Ja, mijn rietjes ook. Genoeg challenges, denk ik. Iedereen moet even bekomen. Dit wordt de leukste challenge tot nu toe. Je wisselt van trampoline met de persoon voor jou. Het lukt, Ize. Jij mag als eerste. 3. Ja. Michiel mag eerst, dat hij ziet dat het niet lukt. Ik dacht echt dat ik het ging halen. Ah, dat is echt teleurstellend. Ik wil jouw t-shirt gaan halen. Ik heb hier niks onder aan. Heb ik daar een half uur voor niet staan springen? Ja. Ik dacht dat ging lukken, hè? Wisselen van trampoline. Ah, ik ging echt winnen. Ik ging echt winnen. Ja. Michiel is echt niet normaal. Hij kon nu eindelijk eens een challenge winnen. Ja. En toch altijd ligt hij eruit. Altijd ligt Michiel eruit. Ja, dat is... Oh, doe dat zelf. Oké, doe maar. Maar let op, hè. Oh. Nee! Wat doe je? Serieus? Die bal is ook zo dramatisch! Doe maar! Oh, fuck nee! En weer zo dramatisch vallen! Michiel is echt een acteur! Die valt zo... Ja, stop met springen, ligt eruit! Maar weer al! Echt, stop ermee! Stop ermee! Die valt echt zo... Super hoog springen kan ik niet doen, want anders zit ik met mijn hoofd daartegen. Misschien moest ik mij daaraan vasthouden. Veel succes nog! Maar, je komt binnen, hè. Ik had echt geloof in jou. Ja, ik ook in mezelf, ja. Ja, maar altijd doe je dat! Ik ben echt helemaal kapot. Ik vind het niet zo erg. Ik hoor nu alleen nog maar negativiteit. Mag ik bij jou? Nee. Oh, wow. Je gaat winnen. Nee, kom aan. Ik ben die challenge beu. Ja, maar ja. Iedereen is het beu. Sorry. Maar ik moet echt plassen. Nee. Ik hoor te veel negativiteit. Ja, ik ben het beu. Ik moet plassen. Ik wil eruit. Ik rekende op jou. En ik moet nu weer... Nee. Ize, nee. Doe gewoon allemaal zoals Anna. Spring in het rond. Ik moet even bekomen, hoor. Oh. Nee, niet stoppen. Je gaat niet stoppen omdat je moet plassen. Nee, je moet volhouden. Doe dat in je broek. In je broek.
Dat gaat wel. Isa, wat de heck is dat? Anna, jij bent de grote favoriet hoor vandaag. Maar ze zegt niets meer. Ik dat nog verder doen? Omdat Anna niet klaagt. Goed bezig hoor. Eén van ons twee gaat deze challenge winnen. Ja, maar serieus. Ik moet altijd winnen. Eén van jullie twee rent al uit. Ja, maar bij mij was het gewoon een domme fout, kijk. Ja, dan maak ik ook een domme fout. Ik heb daaruit geleerd. Moet je echt naar het toilet? Jullie zien me amper. Oh, hello, yeah. Ize heeft een goed idee. Wie de mooiste slow-mo heeft, wint. En jullie beslissen in de reacties. Het waren allemaal heel mooie slow-mo's. Die van jou was de mooiste. Die van mij was de mooiste, uiteraard. Laat weten in de reacties wie wint. Nee, niet die slow-mo van als ik val. Dat gaan we niet doen. Het is toch leuker om hier te zitten dan om te springen. Goed bezig. Jullie gaan echt de gekste workout van jullie leven gehad hebben. Is dit ook nog springen? Nee! Ja, dat is ook nog springen, Anna. Ik reken dat mee als springen. En Anna vraagt om haar shirt te halen, dus ik ga het halen. Als ik iemand zie die stopt met springen, dan lig je eruit. Dan lig je eruit. Ik ga de camera hier laten staan. Kijk, ik laat de camera hier staan. Jullie zijn allemaal in beeld. Succes! Oh man, je trapt met mijn kind. Ik ben stiekem aan het kijken naar de meisjes, maar ze stoppen niet. En ze hebben nog niet door dat ik hier sta. Ze blijven wel goed springen allemaal. Ja, ik zag ook wel. Hij staat er, hè? Celine heeft het niet door. Hij is sneaky! We zien je wel, hè? Anna. Bedankt. Anna is omgewisseld. Heeft ze goed gedaan. Celine is nog goed aan het springen. Ize is nog goed aan het springen. Goed bezig. Anna, blijven springen, hè. Ik denk oprecht dat Anna gaat winnen. Ga je tegendeel bewijzen. Oké. Okay. Voilà. Ik moet jullie motiveren, hè. Jullie kunnen het nu. Haha. Wie ligt er als eerste uit? Echt, hè? Oh, ze is stout aan het worden. Oh-oh. Oh-oh. Het is tijd voor een nieuwe challenge. Oh. Ze zijn enthousiast, ik hoor eindelijk. Ik dacht dat ik ging horen boe. Jullie mogen allemaal springen op één been. De persoon die als eerste stopt, ligt eruit. Je mag niet wisselen van been. Wat? Start. Nee, Anna, één been in de lucht. Geen voet erop. Als je nu niet wisselt, lig je eruit. Oké, één been in de lucht. Go, we zijn begonnen. Ize pakt haar been vast. Ik ga de camera hier moeten zetten. Blijven gaan tot als één iemand stopt. Ize is aan het vallen in de achtergrond. Anna is heel goed bezig hier. Celine is ook goed bezig. Ize, je mag hier niet vasthouden. Als iemand zich vastpakt, je mag niet wisselen. Lig je eruit. Ik denk dat Ize het gaat opgeven. Oh, Ize, wat is Ize aan het doen? Oh, 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 oh. Ze is gekke toeren aan het maken. Lukt het nog, Ize? Celine is ook echt goed bezig. En jij hebt wel de meest stabiele houding, dus verder doen zo. Anna, goed bezig. Maar hier ziet het er wel heel fragiel uit. Wie gaat het als eerste opgeven van deze twee? Oh-oh, Ize krijgt dat moeilijk. Ja, ja! Ize ligt eruit, jullie mogen opnieuw op twee benen. Goed gedaan, we hebben een finale. Ize, je hebt het lang volhouden, maar kijk. Dat is echt, ik kreeg kramp. Ja, dat zag ik. Oh, en nu ga ik naar het toilet. Oké, okay, doei. Oh, mijn been. Ze kan niet meer stappen. Anna, voor het einde van de challenge, je mag één keer hierop springen, dan naar daar springen. Dat jullie naast elkaar staan. Ja. Dat is beter om te filmen dat jullie zo staan. Dat is mooier. Ja. Ofwel ga jij naar daar, dat mag ook. Ja, ja, dat was springen, dat was springen. Voilà, nu hebben we echt een mooie finale tussen Solheim en Anna. Nu mogen jullie even springen en dan kom ik met de volgende challenge. Misschien wel de finale challenge. Celine is de persoon die momenteel het minste klaagt. Ik wil jou tegendeel bewijzen. Ja, dan ga ik wel heel fier zijn op je als je deze challenge wint. Goed bezig hoor, allebei. Wauw. Momenteel denk ik dat Anna het moeilijker heeft dan Celine. Ik kan weer meedoen. Ga je weer meedoen? Ja. Ja, je mag, hè. Nee. Jullie zijn al meer dan een uur aan het springen. Het is wel echt gek. Ja, echt waar. Ik ja. Was net. Nee, jij net 59 minuten. Ja. Challenge om ter het hoogst springen. Oh. 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 Allebei. Oh! Nee, nee, ze spreekt nog, ze spreekt nog, ze spreekt nog. Ze was even naast de trampoline gevallen. Maar goede reflex, Anna, ze bleef springen. Zou het leuk zijn voor de finale challenge dat ze op één trampoline staan?
Dat is echt moeilijk, want jij lag een keer bij mij. Weet je nog, dat als je gevallen werd? En dat is moeilijk, want je weer kaatst. Ja, Oké. Jullie mogen allebei op dezelfde trampoline gaan. Ja, Anna, jij mag naar daar. We gaan zorgen dat Anna blijft springen. Spring maar bij, drop je direct daar. 3, 2, 1. Ja, voilà. Wauw, dat was mooi gedaan, mooi gedaan. Voilà, en nu kunnen ze blijven springen. Dit wordt moeilijker, hoor. Wat een finale. Nu gaat het niet lang meer duren, denk ik. Anna is heel wild en Celine is zo rustig op haar gemak. Maar kijk naar Anna. Maar nu is het ook al moeilijker als iemand wil rusten, hè. Want je wordt sowieso hoger geduwd. Ja, dat is waar. Oh, Celine gaat Anna een beetje uitdagen. Echt, hè? Ze mogen elkaar niet aanraken, voor alle duidelijkheid. Tenzij per ongeluk. Maar niet opzettelijk elkaar eraf doen. Oh! Oh! De tackle zonder Anna aan te raken. Het lukt. Het lukt. Ja, Celine heeft wel meer macht natuurlijk. Momenteel blijven ze springen. En ik ben echt wel benieuwd wie het langst gaat volhouden. Bijna 2 uur aan het springen nu, hè. Ik ben voor Anna, jij voor Celine. Ja, ik ben voor allebei. Ik heb dat in de video gezegd. Ja, I know. En Anna was mijn favoriet, maar naarmate we verder gaan... Ah wel, jij houdt bij je favoriet. Nee, ik kan toch een beetje veranderen? Nee, dat is niet eerlijk. Nieuwe challenge. Ize, jij mag timen. Waar ben je? Daar. Daar is Ize. Jullie mogen, als Ize start zegt, 1 minuut ronddraaiend springen. Ize, jij mag aftellen. 3, 2, 1, start. Oh, nu moeten ze rondjes draaien. Nu gaat het wel echt moeilijk worden. Oh, Anna begint duizelig te worden. Dit wordt spannend, hoor. Oh-oh, blijven rondjes draaien. Blijven rondjes draaien. In het begin draaiden ze snel. Maar nu is het al veel minder. Goed bezig, allebei. Kom op. Dit is spannend. Nog 10 seconden ongeveer, Ize. Nu 10 seconden. 10 seconden nog. 4, 3, 2, 1. Stop maar. Goed gedaan. Voor mij allebei winnaars tot nu toe. Ik ga even jullie wiskundekennis testen. Als jullie niet antwoorden binnen 10 seconden, gooi ik een bal naar jullie hoofd. Anna, 6 x 7. 42. 8 x 6. 48. 4 x 5. 20. 12 x 12. 144. 7 x 11. 77. Oké, jullie zijn allebei geslaagd. Laatste voor jou. 830.000 gedeeld door 830.000. 433. Nee, 1. Ja, maar ja, dat was de makkelijkste van allemaal. Maar jullie zijn geslaagd. Ja, ik wou geen bal gooien. Nu even serieus. Jullie mogen allebei verder springen op jullie knieën zonder handen te gebruiken. Go, jullie zijn vertrokken. Geen handen. Nu komen we wel dichter bij het eind, denk ik. En nu op de poep. Op de poep, zegt Ize. Let's go. En geen handen gebruiken op een trampoline. Oh, Susan. Dit beeld is niet normaal. Ize, één ding is zeker, de persoon die gaat verliezen gaat woest worden. Ik denk dat deze challenge nooit gaat stoppen, eerlijk gezegd. Oké, jullie mogen weer gewoon verder springen. Goed gedaan. Ik weet het misschien. Ja? Oh, Ize heeft 1. Simon 6, ken het? Dus dat ze dingen moeten doen. En als ik niet zeg, Michiel zegt, mocht ze het niet doen. En als ze het doen, liggen eruit. Ik snap het niet, maar doe maar. Oké, Michiel zegt, ga niet goed springen. En dan gaan we wel voor allebei. Ja, zo dan. Bijna. Ze springt nog. Michiel zegt, ga terug normaal springen. Ja, oh. Nee. Ja, we geven haar het voor. Nee, Anna, het mag nog. Het is oké. Je mag je handen niet meer gebruiken. Als iemand zijn hand op de grond zet. Ja, wie zijn handen gebruikt vanaf nu ligt eruit. Vanaf nu duidelijk, als iemand met zijn hand de trampoline of iets anders aanraakt, de rand, wat dan ook, ligt die eruit. Ja, ook dat goed. Alles. Michiel zegt, doe jullie sokken uit. Uh-oh. Michiel zegt, stop ermee. Hela. Michiel zegt, sokken weer aan. En blijven springen. Uh-oh. Uh-oh, dit wordt spannend. Ja, Celine, haar sokken zijn aan. Anna moet haar sok nu opnieuw aandoen. Ik word echt duizelig van deze challenge. Celine, pakt haar moment. Ik voel het einde van de challenge komen. Nee, ze heeft haar handen niet gebruikt. Ze mag op het groen landen, hè. Michiel zegt, als Anna haar sokken niet aan heeft binnen de minuut, ligt ze eruit. Michiel zegt dat Celine afstand moet nemen. Je mag wel
hoog springen, hè. Krap aan jullie hoofd. Oeh. Michiel zegt op jullie poep springen. Michiel zegt op de knieën springen. Oh, mooi. Michiel zegt recht staan. Zet jullie maar neer. Oh. Michiel zegt, wie het hoogste springt, wint. Jullie... Oh! Oh, ja. Dat was wel echt... Wat was er daar gevaarlijk aan? Ik vond nu wel dat ze niet gewonnen was. Ah ja, ik ook. Michiel zegt, spring gelijk. Ja, dit is wel echt gelijk. Wauw. Vanaf nu geef ik supersnel opdrachten. Wie ze niet doet, verliest de challenge. Jullie staan bijna 3 uur te springen. Ja, snap niet hoe, maar heel goed bezig. Krappen jullie haren bij je rechterhand. Bij je linkerhand. Stop. Zo hoog als jullie kunnen springen. Zo hoog als jullie kunnen. Blijven gaan. Oh, blijven gaan. Kom maar, Anna. Ja, goed zo. Hoe hersteld. Zo hard afduwen als jullie kunnen. High five in de lucht met 2 handen. Oh. Oh, Anna, kom op. Goed bezig. Ja, goeie. Met 1 tussenstap naar deze trampoline springen. Allebei tegelijk. Ja, Celine is er. Ja, hoezo zijn jullie nog steeds aan het springen? Echt zo. Jij mag erbij gaan springen. Wat? Om het moeilijker te maken voor hun. Nu is Ize erbij en zou er wel iemand moeten stoppen. Het is niet normaal. Ik ga stoppen, ben door mijn knie geschoten. Ize heeft last. Oh, ja, jij stopt nu weer al. Ja. Ik ga er nu springen en hopelijk stopt er iemand. Let's go! Wow! Oh! Anna! Wat staan haar handen? Dat was opnieuw haar handen. Serieus? Ja, oh. Dat was 6 keer of zo. Ja. Nu is het gedaan. Ja. Allebei supergoed gedaan, man. De winnares! Ik kan niet meer. Ik zit me kapot. En dat allemaal voor jou. Goed gedaan. Anna en Celine zijn helemaal kapot. Ze gaan direct iets gaan drinken. Dus jullie bedankt om te kijken. Probeer het zeker eens zelf. Het is niet normaal, gewoon de hele tijd blijven springen. Like deze video, abonneer, reageer. En wij zien jullie in de volgende video. Peace! Peace!